Hallo mensen, welkom! En ik ga nu de allereerste, of in ieder geval niet de allereerste, maar wel een, auw, godsallemakke, auw, er valt van alles. Nou ja, in ieder geval, ik wou dus vertellen, ik ga nu een van de allereerste Minecraft-versies ooit spelen. En ik ga nu even eentje uitkiezen en misschien ga ik er nog wel een serie van maken, dat ik steeds weer een stapje verder in de tijd ga. En de allereerste... En dus ik ga je heel even laten zien hoe je het moet doen. Je moet hierheen. En dat gaat gewoon door Minecraft aan te klikken. Druk je op edit profiel. Druk je op deze van ik wil nieuw aanmaken. Druk je op yes. Druk je hierop. En dan kan je hier eentje uitzoeken. Ik begin maar bij... Zo, hé man! Nou, oké. Ik begin bij deze. En save profiel. En dan gaan we beginnen. Welke versie is het? Welke versie is het? Schiet een beetje op, man. Maar je kan het gewoon weer op de allernieuwste versie zetten. Door gewoon hetzelfde te doen en helemaal omhoog te scrollen, kom je weer in 1.8.5. Nou, nu heb ik 1.8.5. En dat is ook tot nu toe de nieuwste. Zo, hé man. Kan het gewoon wat zachter? Huh? Probeer een video op te nemen. Nou ja, schiet een beetje op graag. Hop, da-di-da-di-da. Wow! Wat? Wat? Oké. Het is dus gewoon blijkbaar een heel klein schermpje. Maar oké, even kijken. Blokje. Het is gewoon nu blokje neerzetten, blokje weghalen. Nee, maar deze is niet leuk, want hier heb je gewoon een flat world. En hier kan je nog niet eens vliegen. Dus ja... Het heet nu ook gewoon Mind Game. En dit is de... Je kan gewoon van de map afdonderen. En dit is de hele Minecraft wereld. De hele. En als ik op R druk, dan respawn ik weer. Maar deze versie is niet al te leuk. En dus we gaan even naar de wereld waarin we een beetje kunnen survivalen. Want dan kunnen we tenminste nog een... Oh, die zetten we daar. Oh, god. Oké, ik ga gewoon weer terug. Minecraft opstarten. Dank u wel. En dan kunnen we weer opnieuw beginnen. We gaan even eentje uitzoeken waarin we echt een beetje kunnen survivalen. Naar edit profiel. Oké, die is dus... We gaan naar 0.0... We gaan naar 0.013a. Dat gaan we even bekijken. Ja, save profiel. Play. Kijken waar we nu uitkomen. Is gewoon een beetje een testservice. Oh kijk, dit ziet er al anders uit. Oké, wat? Dit is een nog kleiner scherm. Even inzoomen. Oké, maar hier krijgen we wel al echt een beetje van... Oh. Oké, wat is dit? Hey! Soortgenoot, wat kunnen we hier doen? Een beetje blokjes. Oké, dat is dus een Steve-poppetje. Loopt mijn poppetje trouwens. Dat kan ik toch niet eens zien. Nou, back to game. Back to game. Oh ja. Nieuw. Wat is... Oké, we gaan weer terug naar een andere versie. We gaan even... Weet je wat? We gaan in ieder geval al naar 1.0. Want dit schiet niet op zo, man. Schiet op! Het reageert niet. Het programma sluiten. Oh! Moet het programma nou per se? Er wordt naar een oplossing voor het probleem gezocht. Ik hoef het... Ja, ik hoef dit alleen maar af te sluiten. Ja, hé... Hey. Meneer, mevrouw, wat u ook bent. Oh, bedankt. En het profiel. We doen weer een andere Minecraft versie. We gaan naar 1.0.10. Oké, dit is volgens mij echt eentje waarin we echt een beetje kunnen spelen. Nou, play game. Hopelijk kunnen we in deze echt een beetje gaan survivalen, want ik word er hele... Ja, oké, in deze kunnen we gaan survivalen, want deze ken ik. Oké, single player. Even kijken, dit ziet er allemaal heel anders uit. Wat is dit?
Hè? Wat drukt dit nou net op? Oké, ik ga maar wat... Wow! Kijk, hier kunnen we gaan survivalen. Oké, maar even kijken. Het is weer zo klein. En we hebben gewoon al kippen! Wow! Kan ik mijn poppetje zien? Maar ik heb nog geen hunger bar. Hey, kom hier. Kom, kip. Hey, kan de kip... Oh ja. Ik dacht al, ik kan de kip niet slaan. Oké, we gaan even survivalen. Een mooi huisje maken. Oké. Even kijken hoor. Nou, deze versie kunnen we nog niet uitgebreid. Hoe kom je bij je... Heb je hier inderdaad wel een inventory? Ik heb hier serieus gewoon geen inventory. Ik kan niet craften. Ik kan niet craften. Maar... Wacht. Kan ik even... Save. Wacht even. Ik wil je even bij de besturingen. Opties. Nou. Oké. Van deze versie begrijp ik ook geen zak. Ja, we gaan nu gewoon een beetje alle versies doorkijken, weet je. Basta. Basta. En we moeten Minecraft weer een nieuw opstarten. Ladiadie. 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 Edit profiel. En we gaan weer naar de volgende. Oké, even kijken. Nu gaan we naar 1.2.5 of zoiets. Nou, save profiel. Play. Kijken wat er nu gaat gebeuren. We gaan gewoon een beetje alle versies doorkijken. Minecraft. 1.2 MB. Oh, van de 4 kunnen we... Oh, wacht. Hey. Haha. Wow, wat? Oké, de graphics zijn wel al echt kei anders. Oké, kunnen we hier... Hier kunnen we nog steeds niet de inventory. V of zo? Nee. Koe, ik krijg jou wel. Ik krijg jou. Man, ik slaag het 182.000 keer op die koe. Kom op, koe. Ik krijg je wel. Koeien droppen niks. Oh ja, wacht. Je hebt natuurlijk geen eten. Faal. Oké, maar even kijken. Hey, we hebben wel hele grote bomen. Maar ik kan niet op mijn inventory. Wat? Oh, zo kan... Met F kan ik het mistig maken. Oké, wacht. Zo. 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 Wow, mist. Misschien kan het ook wel in de andere Minecraft. Auw. Hut. Nou ja, dit is dus de allereerste aflevering van Minecraft. Weet ik hoe ik het moet noemen. Ik ga even nog een boompje hakken. Ik noem het. Ik denk dat ik deze serie ga noemen. Welkom bij Minecraft tijd of zo. Weet ik veel. Oké, ik laat die boom gewoon lekker staan. Want ik ga even een mooi klein huisje maken. Zo. Want in deze versie heb je gewoon nog geen deuren. Omdat je gewoon nog niet kan craften. Nou ja, welkom in de tijd van hoe Minecraft is verlopen. Oh, wauw. Moet je voorstellen hoe ingewikkeld deze game vroeger gewoon niet was. Kijk, alsof die nu in 1.8.5 nog steeds ingewikkeld is. Nee, het is niet ingewikkeld. Het is gewoon meer van... Oké, we gaan even hier kijken. Ja, die, ja, die, ja. Ja, die, ja, die, ja. Meeuw, weer verder. Hut, 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 te. Hup, kom op. Hier. En hier. Zo. Oh, serieus. Hier blijft gewoon alles zo staan. Nou ja.
Nou ja, het is geen bug in bug, want het is gewoon een hele oude versie. Dus misschien kon het toen nog niet. Maar zodra we een mooi huisje, of in ieder geval een huisje hebben gemaakt, gaan we even op avontuur. Want mijn filmpjes kunnen nu toch meer tijd dan 10 minuten worden. Ze kunnen nu gewoon 20 minuten worden, maximaal. Maar niet omdat het ligt aan YouTube. Nee, het ligt aan hoeveel tijd mijn camera kan filmen. Mijn camera is niet echt mijn camera, maar ik gebruik hem wel voor mijn video's. Die kan echt maar 20 minuten filmen en dat is het dan ook wel. Maar ja. Daarom worden mijn GTA-afleveringen ook... Daarom werd een van mijn GTA-afleveringen trouwens 20 minuten. Omdat die camera niet meer kon. Maar goed. Jouw maal, miauw. Ik plant een paar boompies. Oké. En als iemand... Wauw, varkens. Doei. Oké, maar... Even weer nog een boompie hakken. Serieus, man. Het is wel vervelend dat je nu nog geen inventory hebt. Want ik druk nu de hele tijd op E. Of is het nu met een andere muisknop? Als iemand dat weet... Dan zou ik het fijn vinden als hij het in de reacties zei. Reacties. Niet in een of andere chat of dingen. Nee, reacties. Gesnopen. Anders begrijp ik er alsnog geen bal van. En dan zit ik in de volgende aflevering van... Oh, stom een E-knop. En ik ben muis kwijt. No way. Oké, zoek de kapotte bomen. Waar zijn de kapotte bomen? Zijn er ergens kapotte bomen hier? Dit ga je toch niet menen? Ben ik nou in 4 seconden of zo ben ik mijn huis kwijtgeraakt? Fijn. Lekker dit. Wacht, ik ga gewoon alle knoppen uitproberen. Ja, het is E gewoon. Hadden ze dat niet eerder kunnen zeggen? Oh, hier kan je nog niet alles in één keer doen. Maar nu is het dus gewoon met E. In plaats van... Nou, als ik dat eerder had geweten... Had ik nu al meteen in een andere versie begonnen. Hé, kijk hier. Wat is de wereld hier al zo groot? Ik dacht dat het hier gewoon nog een heel klein wereldje was. Nou ja, des te beter. Kunnen we meer op avontuur. Zo. Ja. En hier de lucht in. Hey. Oh, fijn. Weet je wat? Waarom maak ik dan... Nou ja, we maken dit stukje van het huis nog even af. En nu gaan we weer hout verzamelen. Dat is het enige wat we op dit moment nodig hebben, hout. Maar we kunnen dus blijkbaar wel al ijzer gaan zoeken en dingen. Want ik weet dat dat al in deze versie zit. Dat weet ik wel al. Want er was een nog oudere versie en daar kon je gewoon echt alleen maar kool vinden. Alleen kool. Meer niet. En die ene versie van daarnet met die Flat World. Daar is gewoon geen enkele cave. Ik ben zo gewend om het de hele tijd met... eten doen. Ja, kijk, dan doe ik het weer. Maar het is E. Oké, dan begin ik eerst maar even om een mooi dingetje te maken. Crafting table. Zo. En woppa. Nou, deze game is in deze versie al redelijk uitgebreid. Oh, wacht. Ik ben echt slecht in craften. Zo, sticks. Gaan we even een mooie pickaxe maken. Want ik bedoel, in deze versie zijn gewoon nog geen eens mobs. Moet je nagaan. Dit is gewoon eigenlijk een iPad game. Heb je hier nog steeds geen food? Oh ja, en we maken trouwens ook nog even een... dingetje, zo'n X. Hoppa. En dan, kom op. En dan gaan we nu even hout verzamelen.
kom op. En nu gaan we... Hey, van me nu trouwens pas op dat je in deze versie nog niet eens een Minecraft skin hebt. Maar gewoon een stiefpoppetje, net zoals op de iPad. Oké. Okay. Nou ja, ik kan daarmee leven, weet je. Want ik speel voor het grootste deel Minecraft op de iPad. Dus waarom zou ik er op dit moment niet mee kunnen leven? En dan probeer je het. Oké. Shift werkt gelukkig. Minecraft muziek zit er al in. Nou, oké. Okay. Jij mag wel even uit. Ik hoef geen Minecraft muziek. Want ik word daar gek genoeg alleen bang van. De reden waarom, weet ik niet. Nou, kijk, niet echt bang van... Waaah, monsters in het echt. Nee, dat niet. Maar meer gewoon zo van bang... er komen mobs. Terwijl we in deze versie nog geen eens mobs zitten. Hoe zien die dingen eruit? Hé, hey, kijk man. Die dingen zien er zo raar uit. Niet in je hand, maar in de inventory. Kijk, zie je? Ze zien er heel anders uit. Maar ja, maar de reden waarom het een klein beeld is, begrijp ik eigenlijk wel. Want kijk, anders zou het alleen maar geheugen in beslag nemen. En deze Minecraft versie is van toen de computers echt nog maar net goede games konden maken. Dus toen ze net nog, dus toen de computers echt nog maar 1 jaar games konden afspelen. Oké, okay, zo. Nee! Anders schreef ik het ook meteen uit. Nou ja. Nou heb ik dat verstomd. Minecraft muziekje in mijn kop. Muziekje in mijn kop. Het is een grote flop. Muziekje, muziekje, muziekje in mijn kop. Het is een grote flop. Ik haat dit, waarom doe ik dit? Maar mensen, het wordt nacht, dus dan kan ik niet al te goed... Wacht eens even, ik kan wel op zoek gaan... Ja, ik weet wat ik de volgende aflevering ga doen. Want het wordt nu wel een beetje donker, dus dan kan ik niet meer goed opnemen. Dus ik kan wel gaan zorgen voor een bed. Maar dus mensen, ik bedank jullie voor het kijken naar de allereerste Minecraft aflevering van... Minecraft! Hoe ga ik het noemen?